Hoezo kan dit ding fucking mirror code? Wat een bullshit. Echt, ik haat deze ding. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultramoon Randomizer Afterlog met Sander van Gaming SB. Ik ben super salty, ik ben niet blij. Hoi. Sander is gewoon... Ja. Nee, dat niet, nee. Ik kan geen twee dingen tegelijkertijd. Wat er? Misschien eens reageren op het feit dat we een aflevering zijn begonnen. Ja, dat nou, weet ik niet. Oh, lol, van zoveel quiz krijg je gewoon de petal. Hoef je niks voor te doen. Ik heb de gozer nog niet eens gevonden, gast. Oh, nu wel. Oh. Yo, ziek chill. I do want just a battle. Zonder al te veel gedoe. Ik vertrouw het Yo, niet. Geef me gewoon die battle. Ik dacht dat je zo de battle kreeg. Oh ja, krijg je ook. Duurde alleen heel lang. Hier is your boy Guzma. Moet ik nou Yo, zeggen? Yo, Guzma. I like Guzma. Ik niet als ik weer tegen hem moet vechten. Nee, dan niet. Ik krijg wel een grip claw van Guzma. It's your boy Guzma. Oké, it's your boy Guzma is weg. Ja, ik zie Guzma ook. Ze is heel ziek. En is Mina hier dan binnen, Minia? Nee, hier heb je Hapu. Of nee, niet Hapu. Hoe heet die gast? De ene grijze. Weet ik niet. De ene grijze dude. Nee, die grijze dude. Ik weet niet hoe die heet. Ja, die Dark-type trainer. Ja. Die rare. Ja. Nanu. Ja. Nanu, ook goed. Hapu, Nanu. Oh, Hapu is die Ground-type. De Grip Claw, baby! Heb jij ook een Grip Claw of is dat randomized? Ja, ik heb ook een Grip Claw, maar ik moet tegen Nanu vechten nu. Yo. Met een Politoed. Voor zo'n zwarte battle? Dat weet ik niet. Oh, misschien ook even moeten healen. Het zou op zich handig zijn geweest. Ja. Ja, oeh, nice. Politoed is geparalyzed. Heb ik er ook wat aan? Nee, natuurlijk niet. Dan mag gewoon Swagger doen. En nu ben ik weer geconfused. Leuk dat spel. Dat is niet fijn. Oh, ik had nu op nee moeten drukken als ik had willen healen. Denk me. Hij doet Parasol? Oeh, tip switch. Ja, hij kan hem wel killen in één aanval. Dus en dan alsnog, na die Pokémon zou ik wel switchen. Zeker. Zeker weten. En ik zou geen Whirlwind gebruiken, want dan heeft hij natuurlijk ook die persoon niet meer. Hij is al dood. Nee, oké. Okay. Grumble is Fairy, dus moet ik een Poison aanval doen of een Steel aanval? Ik doe wel Iron Head. IJzeren Hoofd. Ja. Ja. Ja, dat kan. The more you know. Mijn expo. Oh, ik heb geen hyperpootjes meer. Wauw, hij doet roar. Wat een bullshit. Het is too pijn. Ik moet switchen. Misschien doet hij nog een keer roar. Ik denk dat Ice Crush. Ah, nee. Zeg, welke Pokémon moet jij? Wat? Noctil nu. Noctil of Noctowl? Je kunt een roar. Sorry. Ik word even heel boos. Yo, niet eens. Blizzard is niet eens een 1 KO. Wat de f... Ik word... Nah. Alles goed? Nee.
Origami. Op met die uproar. Hoezo doet het zoveel? Likkie, likkie. Ik heb geen fight aanval meer, zeker. Sst. Yo, you krijging een berichtje? Heel I ziek. Am krijging een berichtje, ja. Ja, dat is heel ziek. Kaboom. Yo, doe even mijn Blizzard show en dan ook dood. Gaat die roosten? Oh. Hij is wel dood. Ja. Nou, eigenlijk wil ik dat die Noctil gewoon doodgaat, maar ja. Noctil of Noctaal? Boeien, Ruurt, boeien. Is het een staart of is het een uil? Even kijken. Wat wil ik er meer super effectief op? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat zou ook te makkelijk zijn. Hyperstraal! Nou, ik haat hem. Mag ik hem haten right now? Ja hoor, dat mag wel. Straks ik haat Noctil. En zijn shiny is nogal zo cool. Echt baal dat hij niet in... Als ik nou weer gekrit, hoor ik wel zeggen. Sword and Shield zit. Maak hem niet shiny uit. Noctaal zit wel in Sword and Shield. Dit nooit op. Nee, toch? Jawel, jawel, ik weet precies waar. Ik kan me niet herinneren dat zelfs, Hoothoot in een game kan, zit. Je kan Hoothoot vangen op route 1. Waar je jij shiny Wooloo hebt gevangen. Oh ja. Alleen als een special encounter, zeg maar. Net als Blipbug. Ja. Nee, ja. Ik ga ook eerlijk met je zijn. Ik denk altijd wel te weten welke Pokémon er in Sword and Shield zit, maar ik weet het nooit. Ah, nee, slim. Ik doe ook wel die Dynamax Adventures en ik heb de dingen nog niet compleet, weet je wel? Hoe heet het? Oh, dit is heel kut. Oh, ik denk dat ik mijn grasvee ga verliezen. Ja. Maar ik heb dus twee Pokédexen niet gecomplete. Alleen de normal one. Ja, ja, ja. En, oh mijn god, dit is kut. Maar goed, dat terzijde. Dus dan pak ik vaak degene die ik denk dat die niet in de gewone Pokédex zit. En vaak zit die dan wel in de gewone Pokédex. Dat ik het niet door heb. Maar goed. Even hier. Wat kut dit. Ik haat dit echt. En nu loop ik zo weer in. Qua devs. Oh, gast. Stop. Volgens mij sta ik 5 deaths voor. Oh. Nee, maar gelukkig heb ik niet 2 keer het bovenste scherm gedisplayed. Dus kun je gewoon zien. Wow. Oh, dit was ook dom. Oh, als dit killt. Gelukkig. Oh, we zijn zo lekker bezig. Jordi die zit echt volgens mij te schreeuwen achter zijn computer als hij dit ziet. Ik denk dat hij het niet eens kijkt. Ik denk dat hij... Oh, kom ik nog een water type tegen. Ik wil helemaal niet meer tegen water types. Ik heb mijn grasgozer verloren. Niet je grasgozer? Ja, mijn grasvee zelfs. Oh. Dat was mijn fairy en grass type, hè? Dat klopt, ja. Ja, dat weet ik. Shinotic, ja, wel een coole Pokémon. Nou ja, dat... Yo, Floatzel, ga nou dood. Anders moet ik een wapen inzetten. Oké, ik moet tegen de Trial Captain, dus tegen de... Oh, het is een Doduo, oké. Dit biedt mogelijkheden. Ik kan gevaarlijk doen en dischargen, maar het kan zomaar zijn dat hij een luchtaanval doet en dat ik een dood ben. I do trash, oké. Oké, ik ben one hit geKO'd. Met een normal aanval. Hoezo? Uproar of een van nee, I did trash. Oh, maar trash is ook heel goed. Ik vind hem maar trash. Snap je hem? Nee, kun je niet uitleggen? Een Rangaroo. Okay, Rock Slide. Oh, Rock Slide is op allebei. Kijk. Oh, hij doet de trash. Dat doet zoveel damage. Dat doet zoveel damage? Holy shit. Galvantula.
En mijne doet gewoon geen damage. Yo, deze is paars. Waarom is deze niet zwart? Op die paars is. Dit is zwart leuker. Paars vindt mij leuker dan jou. Hoezo kan die elke keer trash blijven spammen? Yo, weet ik het. Nee, anders was het trash zo goed. Yo, fuck Pelke Pelago. Ik wil gewoon even kijken. Oh, ik heb een Treecko. Oké, nog een Pokémon kwijt. Ik ga dit niet winnen. Ik denk ik ga wipen. Gewoon een Treecko gozer. Heel ziek. Ik heb ook een Pansage, maar dat gaan we niet doen, hè. Hebben we ook Lotad? Gaan we ook niet doen. Die Fanny heb ik al een bug typing, maar die heb ik al natuurlijk. Hier, Sander. Nu heb ik weer zo'n battle. Hè? Oh, hij weer Warnet gekeerd. Nice. Weer zo'n battle dat ik drie keer niet, dat hij drie keer niet geconfused is. Oh. Is en hij Warnet gekeerd alles van mij. Hier kan ik niet eens. Dit is niet eens slecht gespeeld. Dit is gewoon echt onzin. Waar is Jong Filimina? Fuck. Zei die dat? Maar zei die niet waar die was? Gewoon waar ze in het begin ook stond. Oh, dat is die captain. Yep. Die ik al bevochten heb. Oh, dit is zo dief. Weinig damage. Trouwens, ik heb toch emergency exit. Waarom doet die nu geen emergency exit? Dat doet hij toch alleen als hij in het geel is. Maar hij is nu in het rood. Of dan niet? Weet ik het. Ik weet niks over abilities. Zou ik voor de grap van Caterpie meenemen? Nee, ga ik niet doen, maar het zou wel funny zijn. Even kijken, wat wou ik doen? Oh, ik wou kopen. Oh, Sea Crystal. Ik mag meer items kopen. Heel ziek. Hyper Potion. Daar wil ik hyper van. Dodo is dood. Hij doet Calm Mind. Oké. Als ik dit ga overleven, dan moet je me echt niet vragen hoe. Hoe? Ik heb het nog niet overleefd. Wacht alvast. Ik denk dat het alvast wel handig. Dan weet ik ook hoe ik het overleef de volgende keer. Yo, hey Mina. Weet je wat ik vind? Die ik vind dat ik gewonnen heb. Die Oranguru, die heeft nu volgens mij plus 6 al door Calm Mind. Ziek. Maar ik heb hem wel verslagen. Volgens mij heb ik de is dat de Cascade badge? Nee, Cascade is van... Nee, de Rainbow badge is dat denk ik gewoon. Van Erika, dat toch? Dat lijkt er wel op, ja. De Erika badge. Yo! Hoezo komt er een Pokémon binnen? Een Rubbomb. Oh, dit wordt kut. Het kan nog wel eens heel kut gaan worden. Dat klopt, ja. Misschien Ice. Is Ice niet ook super effective voor Brock? Dan is Ice wel slim. Stone Edge? Oh, nee. Nee, ik denk verkeerd. Ik denk verkeerd. We gaan naar zo'n Water Type Expert. Namelijk... Misty. Boom. Pat. Ja. Oké, ik heb een proposition. Oké. Wat we nu gaan doen, als jij klaar bent met je battle zo meteen, ja. Is dat we gewoon de aflevering volmaken door allebei in die wormholes te gaan shiny hunten. Ja.
En dan, als de aflevering af is, ons team gaan trainen totdat die Elite Four ready is. En dan is de volgende aflevering op ja, Victory Road en begin aan de Elite 4, denk ik. Ziek. Oké, ik zit wel even met een probleempje. Hoezo is die... Nee, niet op Flukma! Nee! Ik heb al 27 deads. Mag ik mijn leven haten? Wacht, deze hoor ik. Waarom deed ik het niet op Shuckle? Dat was het enige wat ik moest doen. Hoe ben ik zo dom? En dan gaat hij weer een early Pokémon callen. En dan is het nu zeker een vet goeie. Oh, Vanilla uit, oké. Okay. Ja, hoezo doet dit ook ineens niks? Pain Split, hou toch op, gozer. Is de serie nou alles af? Nee. Power Split, oh. Ik dacht al, waarom krijg ik geen damage? We gaan zo'n shiny zoeken. It's called a shiny hunter if you zoek voor some shinies. Dat klopt, ja. Yo, hou nou op met je blizzard. Vind ik niet leuk. Ik hou wel van blizzards. Ja, ik krijg ook wel. Kerst is het mooiste wat er is. Nee! Wat gebeurt er? Ik ben... Hoezo kan dit ding fucking mirror code? Wat een bullshit. En ik haat deze game. Je lijkt en mij dan. En Ace is dood. Godverdomme. Nee, dit is echt niet leuk. Ja, dan weet je hoe dat voelt, Sander. Yo, weet je hoe dat voelt? Ik wist al hoe dat voelde. Jij doet echt haat en zo. Ik haat jou. Well, yo, doe eens normaal. Yo. Ik ben fucking Blastoise verloren, hè? Mijn Ace. Ja, ik was, ik ben al mijn Pokémon verloren. Die fucking Vanilluid hoort geen mirror code te hebben. Nou, maar... Dat slaat echt nergens op. Van alles slaat het echt nergens op. Ik vind dat echt bullshit. Dit is echt... hack. Ik denk dat hij gewoon een mirror code van die Wibombi heeft. En dat vind ik niet eerlijk. Oef. Oh ja, als Hapo me nou ergens naar meebrengt. Ik word echt boos. Ik ben al boos. En dan word ik nog bozer. Je meent het. Nou, doe nou niet zo. Deze Drifblim is niet shiny. Moet ik nou serieus een Starmie mee gaan nemen? Ik haat het zo. Hoezo? Nee, ik wil eventjes... Ik geloof niet. Ik ga nu checken. Het kan niet zijn dat een Vanillite... Dat een Vanillite... Zeg maar, die Vanillite, ken je die? Dat ja, die dat ijsje. Zo'n... mirror code kan. Move, set, gen, 7. Move, set, calculator? Nee. Oh, ik ben de Oh, ik ben de lief vergeten. Vanillite. Ook goed. Geef me gewoon. Ja. Nou, nee, ik vind het nog steeds niet eerlijk. Hoezo kan die hem dan? Oké, hij kan hem wel leren, schijnbaar. Maar hoezo? Oh, dan hoef je helemaal niet boos te zijn. Nee, jawel, want het sloeg nergens op. Ik vind bullshit. Ja, dat idee had ik al. Maar Vanillite heeft echt 0 HP. Dus hoe kan het dat als ik hem een aanval doe, dat hij dan niet doodgaat, maar wel dat ik
in één keer doodgaat. Dat slaat toch nergens op? Ik snap dat hij keer 2 doet, maar 0 keer 2 is nog steeds 0. Nee, ik klop gewoon niks van. En jij gaat lachen, maar ik vind het niet lachen. Nee, ik moest lachen om 0 keer 2 is nog steeds 0. Dan moet ik om lachen. Sam, ik ben door zoveel shit gegaan de afgelopen aflevering. Ik wil niks van jou horen. Nou, nee, ik wil wel wat van mezelf horen. Yo, gaat hij me nu opnieuw uitleggen? Ik hoef het niet opnieuw uitgelegd te krijgen, gozer. Ja, dat is alleen de eerste keer. Dat is alleen de eerste keer. Oh, nou, dit is al de derde keer dat ik erdoor ben, dus... Maar het maakt dus niet uit nu welke dingetje ik doe. Nee, alleen ik zou er één pakken met 2 ringen eromheen. En dan hopen dat het geen legendary is, want die hebben niet die hogere shiny kansen. Nou. Ook niet als het... als het randomized is. Jawel, dan wel. Alleen, als de legendary is, dan zegt hij meteen van er is een vreemde aura hier of zo als je de wormhole uitstapt. Oh. 2 ringen, zei je? Ja, 2 ringen eromheen. Oh, heel ziek. Oké, ik weet niet hoeveel lichtjaar ik weg ben. Maar... Yo! Kom vechten dan. Arcanine. Dat is wel een... Oeh, dat is wel die een, zou een zeer vet zijn. Maar hij is niet shiny. Ik ga runnen. Slim. Het zijn allemaal level 60 Pokémon's, hè? Ja, niet normaal. Oh, ik had eventjes... Dat weet ik altijd. Wat vergeet je altijd? Healen? Nou, nee, om de items van Pokémon af te doen. Ja. Kom op, shinytje, hier kan het. Maar als er zo'n dubbele ring is, dan is er meer kans op shiny. Ja, dan is de kans groter op shiny, ja. Dan gaan we daarvoor. Ik hoop dat we een lichtpuntje krijgen. Maar het zal alweer niet. Ja, met Oshawott is ook alweer dood, dus ja. Oh, echt? Ja, die was vorige aflevering al dood gegaan. Toen ik zo boos werd, weet je wel. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat komt omdat het nog geen half uur geleden was. Ja. Yo. Die... Oh, er was echt veel ringen en ik mis hem. Ja, je hebt er ook eentje met 2 ringen en zo'n bloemring erin, zeg maar. Maar de kans dat dat een legendarisch is, is wel groter. Yo, ik kan echt niks. Hoezo mist hij al die? Nou... Oké, ik heb er nu wel 1 met ringen, maar... Yo! Dit ziet er wel vet uit. Deze plaats. Als jij een... Als het een witte is... Een hoplip. Serieus. Oh, een hoplip, maar... Witte wormholes moet je sowieso niet pakken, want dan ga je altijd naar een Ultra Beast. Ja, precies. En die kan... Heeft ook niet die kans op shiny. Nee, dat is hetzelfde als Legendaries. Dat is gewoon een normale shiny. En dit is ook gewoon 1 op 100, neem ik aan, of... Dat weet ik niet eigenlijk wat de... Oh, ja, ik ben nu bij een Legendary gekomen. Volgens mij is het een Zapdos of zo. Maar weet je zeker dat je wit nog tegen kan komen? Want ik kan ook gewoon zeggen, ik loop toe. Ultra Polus. Wow, yo! Een Ultra Necros, maar... Yo, echt? Ja. Yeah. Als een Ultra Necros, maar is een randomizer? Oh, nee, niet Ultra Necros, maar... Solgaleo Necros, maar Fusion. Yo, ik baal echt van dat ik die 2 ringen zo net heb gemist. Oh ja, je hebt nog meer kansen. Ja, maar... Ook wel jammer. Tuurlijk is het jammer. Yo! Ultra Desert? Heel ziek. Yo, what the fuck? Ik krijg ook een hele introductie. Als het een introductie is, dan ben je in een witte wormhole gegaan. Maar er was wel zo'n...
zo'n ding omheen. Ja, dat weet ik. Maar als het een wit is, dan kom je altijd bij een Ultra Beast uit. Oh, dus dan kan ik net zo goed weer teruggaan? Ja, ja. Nou, jammer. Zeker. Zou ik beter die daarachter kunnen pakken? Ja. Want ik zag er nog één, echt vlak achter. Maar ja, ik denk, hé, eerste de beste. Mm-hmm. Was niet zo. Oeh, die groene wil ik. Ja, nice. Oké. Okay. Maakt de kleur ook nog uit voor in welk landschap je komt? Ja. Zo? Ja. Ah, dat heb je Lycanroc weer. Rest in peace. Ja, maar als die shiny is, mag hem wel toch weer gewoon. Zeker, als ik weer een Oshawott shiny tegenkom, vang ik hem ook gewoon. En als ik nu een water type of een grass type tegenkom. Dan mag je hem ook gewoon vangen, want ik heb die Lycanroc net ook gevangen. Ah, oké. Okay. Heel ziek. Zolang en die hem niet en die zijn level 60. En die zijn level 60. Oh, volgens mij heb ik deze al gehad, denk ik. Almora? Oh, jawel, er zou er een balletje bij moeten ja. zijn. Ja, nee, oh, maar ja, die heb je dat... gehad. Ja, die heb je gehad, ja. Ik zei dat voordat er een balletje voor stond. De Almora maar het was ook geen shiny, of het was heel slecht te zien? Nou, Almora is helemaal wit, dus dat zie je wel als die shiny is. Ja, ik weet heel veel shinies nog niet. Ik wil Staraptor. Kijk, die ga ik... met de Diamond and Pearl remakes, dan wil ik Staraptor. Mm-hmm. Ik ook, dat is een van mijn eerste hunts. Ik wil Turtwig en Staraptor, dat zijn de eerste twee hunts die ik ga doen. Ik wil eigenlijk, voordat de Diamond and Pearl remakes uitkomen, wil ik die Stone Journer nog. Ja, snap ik. Ik heb net er als, weinig. Net als ik met de Wooloo. En het liefst zou ik ook ooit nog een keer... zo'n roly-coly willen. Ah, weet je, je kan altijd naar terug, hè? Ja, dat is waar, maar... Doe ik ook wel eens, hoor. Als er geen ring omheen zit, heb je dan ook eigenlijk meer kans op shiny? Nee, ja, wel, jawel. Denk het wel, maar het is nooit echt bekend... Oh, mesprit gaan we niet doen. Nou, je weet alleen de dubbele ring... En de driedubbele en de drievoudige ring. Daar heb je volgens mij net iets meer. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik weet wel dat zo'n dubbele ring wel meer kans heeft. Alleen ik ben nu weer bij een legendary gekomen. Misschien is het een idee, Sander, dat... Ja, ik weet het niet. Ik zit even te denken, want ik wil eigenlijk wel gewoon doorgaan met shiny hunten. Maar de aflevering moet daardoor niet al te lang worden. Dus ik zit even te denken hoe we dat het best kunnen doen. Ja, ik weet het ook helemaal niet. Huh. Het ontweken wel. Oké. Okay. Yo! Twee dubbel. Dat is niet hoe dat werkt. Twee ringen. In ieder geval. Oké. Okay. Okay. Kom op. Let it be. Shiny. Oh, dat zijn witte. Die wil ik niet. Yeah. Oh, een bonus sweet. Maar niet shiny zeker. Misschien was het trouwens ook niet zo slim om toch te proberen te vangen. Als hij niet zit namelijk. Ja. Ik ga hem toch niet gebruiken, want ik heb Treecko gast. Treecko. Ja. Heerlijk. Kom op, doe niet zo lastig en geef me geen legendary. Yeah. Wat is de laatste evolutie van Bonus Suite? Bonus Suite? Oeh, dit is een Alolan Ninetales, please be shiny. Nee, helaas. Hoe heet die ook weer? Je hebt Steenie en dan Tsarina? Tsarina, geloof ik. En welke typing is die? Grass nog iets. Of pure grass. Het kan ook goed zijn dat die grass fighting is, eigenlijk. Oh, dan heb ik er sowieso niks aan. Ik wil het liefst de Grass Fairy terug. Ja, ik weet het met Bounce Suite niet zo goed.
Nee, ik ook niet. Ja, Bounce Beat is sowieso Grass. Maar ik denk misschien wordt die die laatste wel. Ja, dikke. Maar zullen we hier de aflevering afsluiten dan? Ja, is goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Nee, precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Voor de volgende aflevering gaan we denk ik eventjes... ik sowieso 3 nieuwe teamleden verzorgen. Want dat lijkt me ook wel handig. Stiekem probeer ik deze outro te rekken. Omdat ik nog midden in die Ultra Wormhole zit. En misschien nog een shinetje kan fixen. Maar ik heb geen idee wat ik in mijn team ga doen. Dus het wordt erg leuk. En ik denk dat we dan maar de Victory Road en de rest gaan doen de volgende keer. En dan... En dan is de serie afgelopen, Sander. Wat vinden we dat nou vervelend? Ik ga even... Ja, ik kan nu zeggen van... Poh, wat vervelend. Maar ik mag niet liegen. Heb ik ooit een keer gehoord. Dus... Ik loop snel tegen deze Pokémon aan. Kijken of die shiny is. En als ze niet shiny is, dan zien we er graag de volgende keer weer. Ja, nee, het is wel een Mega Sharpedo. Bedankt voor het kijken, maar die mag Marios. Ik... Oh ja, die mag ik vangen. Ja, die mag jij vangen. Wauw. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.